onderzoek naar een spierziekte en maakt het leven van de patiënten met spierziekte en hun familie de kwaliteit ervan beter. Waarom het Prinses Beatrix Fonds, denkt u wellicht? Dat heeft zijn reden. Ik ben ambassadeur van het Prinses Beatrix Fonds. En dat komt doordat ik 2 jaar geleden zelf getroffen werd door het syndroom van Guillain-Barré. Het syndroom van Guillain-Barré is een auto-immuunziekte die het zenuwstelsel aantast. En ik was voor een aantal weken was ik volledig verlamd. En moest alles opnieuw leren. Dus lopen, fietsen en ook weer schaatsen. De artsen die waren er niet zeker van of ik ooit weer zou kunnen schaatsen op dat niveau. Maar binnen een half jaar stond ik hier weer op de ijsbaanvereniging en won zelfs weer wedstrijden op het hoogste niveau. Sorry jongens, dat wordt een piep. Ik heb helaas in oktober mijn carrière toch moeten beëindigen vanwege een heupblessure. Maar ik ben heel blij dat ik hier vanavond sta en dat de Kunstwerkclub Groningen dit voor het Prinses Beatrix Fonds wil doen. Ik wens u in ieder geval heel veel plezier vanavond.